Yo, welkom bij weer een nieuwe workout. Dit keer even wat anders. Deze keer is hij alleen gefocust op de benen. 10 minuutjes lang, waarvan 1 minuutje een algemene warming-up. Doen we eventjes gewoon 30-30, dus 2 oefeningen. Gevolgd door de echte workout. Die zal plaatsvinden op een 45-15 interval. Dus 45 seconden werken, 15 seconden rust. En dan doen we natuurlijk nog eventjes, zoals gewoonlijk, een cooling down. Ook weer 30-30. Ja, we gaan starten. Met de warming-up en dan beginnen we lekker met hakkenbillen. En dan wil ik graag muziek. Kijk, ga lekker hakkenbillen doen. Handen tegen je billen aan, zodat je daar de voeten tegenaan kan doen. En even lekker warm worden. Op de helft. Volgende oefening gaan we ook meteen mee door. Dat is knieheffen. Zo voor 5, 4, 3, 2, 1. Ga die handen omhoog. Knieën tegen je handen. Handjes niet te laag. We moeten natuurlijk wel echt goed warm worden. 15 seconden. Zo meteen zet je timer aan. En de eerste oefening wordt een squat. Een normale squat, die kennen we. 5, 4, 3, 2, 1. Komt ie. 4, 3, 2, 1. En een squat. Je ziet dat mijn knieën niet voorbij mijn benen komen. En dat mijn bovenbenen bijna parallel of zelfs wel onder met de grond zijn. Ga niet meteen te hard van start, jongens. Want er komen nog zware oefeningen aan. Nog 22 seconden. Volgende oefening leggen we wel meteen uit. Het is een lunge. Die kennen we ook wel van de vorige workout. Dat zal ik zo meteen gaan voordoen. Nog 5 seconden. 3, 2, 1. En een lunge doen we een forward lunge. Stap naar voren. Naar beneden. Knie net niet de grond aanraken en weer terug. Andere been. Ja, naar 3, 2, 1. 1. En ook hier zie je als het goed is dat mijn knie niet voorbij mijn teen komt. En mijn knie raakt ook de grond niet. Als je het lastig vindt om je balans te houden, kun je handen in je zij doen of opzij, dat is wat jij fijn vindt. Ik kijk altijd naar één vast punt. Dan heb ik ook meer balans voor mezelf. Ben op de helft. Nog 30 seconden. Hou het vol, jongens, hou het vol. Er komt zo meteen een iets lastige oefening aan. Nog 2, 1. Volgende oefening. Beide oefeningen combineren. Lunge naar voren. Naar een squat. Naar een lunge naar voren. Squat. Lunge naar voren. 3, 2, 1. Komt ie. Lunge naar voren. Squat. Lunge naar voren. Squat. Lunge naar voren. Dus we wisselen de hele tijd het been af. Dat alle beentjes lekker allebei getraind worden. Je kunt natuurlijk niet achterblijven, hè? Hou het voor, jongens. Die beentjes gaan echt lekker branden in die 10 minuten. Even een keer wat anders. Echt focus op 1 seconde wil. Zijn we wel eerder klaar. Nog 10 seconden. Test nog alles even eruit, jongens. 5, 4, 3, 2. Oké, volgende oefening. Iets rustiger voor de kuiten. Op je tenen staan en even vasthouden. Op je tenen staan en even vasthouden. Deze kun je best doen op een traptreden of iets. Dan kun je iets dieper gaan en makkelijk omhoog. Maar meestal kun je ergens aan vasthouden. Deze oefening gaat niet om snelheid, maar gaat juist omdat je het zo lang mogelijk aanspant. We doen ongeveer 3-4 seconden, gaan we terug naar beneden. Blijf goed ademhalen, jongens. Vooral als we zo verder gaan, worden de oefeningen steeds lastiger. Moet je echt blijven ademhalen. Je lichaam heeft het zuurstof echt nodig.
5 seconden. 10. 5 seconden. Hou vast, hou vast, hou vast. En los. Oké, zware oefening. Kikkersprongen. Naar beneden, omhoog. Naar beneden, omhoog. Pak nog even heel kort je rust. Want deze gaat zwaar worden, jongens. 3, 2, 1. Beneden, omhoog. Deze kun je echt op je eigen tempo doen. Doe je wat langzamer of juist wat sneller. Wil je hem nou wat uitdagender voor jezelf maken? Ga je voor en achter doen. Laag, voor, achter, voor, achter. En zo door. Kun je hem lastiger voor jezelf maken. Je kunt doen dat je van lijn naar lijn springt. Maar je kunt hem ook lekker op je plek blijven doen. Nog 5 seconden. En rust. Kijk, we gaan naar de squat jack. Die kennen we als goed ook al van vorige trainingen. Jumping jack met een squat erbij. Dus, hup. Handen omhoog. Dus ga je naar beneden in de squat. Oké, okay, let's go. Vind je het zwaar? Kun je natuurlijk gewoon een normale squat doen. Vind je dit te makkelijk? Dan kun je hem uitbreiden. Naar een startje. Ik hou hem lekker op de jumping jack met de squat. En ik ga lekker zweten, jongens. Ik raak een beetje buiten adem. Dat zullen jullie vast wel merken. Nog 10 seconden. 5. We zijn er bijna, jongens. Houd het vol. 3, 2, 1. Oké, pak even je rug, kom op adem. Diep in, diep uit. Jumping lunge. Lunge, spring omhoog. Andere been. Ook weer hetzelfde, niet, net niet te goed te raken. Komt ie. Ik neem wat aan mijn armen mee. Alsof ik aan het rennen ben. Vind ik voor mijn balans fijn. Niet zwaar, benen los schudden. Of je kunt natuurlijk een normale lunge doen. Maar juist de jumping lunge moet je spieren echt gebruiken om omhoog te komen. 20 seconden. 20 seconden. 10 seconden. En daarna komt de zwaarste, jongens. Oké. Okay. Laatste oefening, squat jump, squat, spring. Ga ik zo meteen makkelijker en moeilijker maken. Woe! 5 seconden, hou het vol jongens, hou het vol. Squat, jump, squat, jump. Vind je het zwaar, een normale squat of met een klein sprongetje? Vind je het te makkelijk? Squat, hup. Neem de knieën mee omhoog. Heel erg zwaar voor je spieren, maar wel lekker uitdagend. Woehoe. Twee druipen vanaf, jongens. Woehoe. 10 seconden. 5, 4, 3, 2. Jezus, schone muziek, lach, uit. Kijk, we hebben een nieuw systeem hier ontwikkeld. Gaat op handklap, ik doe mijn vingerklap. Ik zet de timer ook lekker uit. Oké, zoals je ziet, ik ben goed buiten adem. Zweet stroomt helemaal langs. Ga lekker beginnen aan die cooling down. Twee oefeningetjes. Lekker eventjes rustig worden. Op adem komen, hartslag weer eens naar beneden. Begin met de quadriceps, met je bovenbenen. Pak je rechterbeen. Focus op één punt, hand naar voren, voel die bovenbeen even strekken. Neus in, mond uit.
Oké, wissel van been. Zo, even los. Hey, zijn toppers, jongens. Als je hem helemaal hebt volgehouden, hartstikke goed. Weer afgehaakt, ook niet erg natuurlijk. Vooral op je eigen niveau bewegen. Maar man, deze was zwaar hoor. Oké, even losschudden. Ga naar de volgende oefening. Hamstring stretch. Leun naar voren. Laat je armen lekker hangen. Zweet druipt nog steeds boven mij. Ga niet verder dan dat je zelf kunt. Maar voel echt die hamstrings helemaal strekken. Even los, benen schudden. Hou hem nog even vast. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Jongens, hartstikke goed gedaan zoals je ziet. Ik ben kapot. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat je het leuk vond. Eventjes iets anders. Maar natuurlijk, lekker in beweging blijven. Vooral in deze tijden. Succes!